Het is woensdagavond 25 september 2019. 25 september 2019. En de Angels, en het is Loendag. Ja, ook dat kan. En dan spelen ze wat de activiteiten betreft altijd op in, want altijd rond Loendag, dan zijn die evenementen. Want dan hebben de mensen centen. De Parks en Cultuuragenda bij jou tot de klok van 10 en we hebben een boordevol programma. We hebben de burgerlus hier, jongen, als ik het even huur. Hallo. Hallo. Alarm, alarm, alarm. Dan denk je, oh, nou al, ja, nou al. In het tweede uur hebben we Tiroler Teufel. En ik weet niet of je het meegekregen hebt, maar ze hebben de challenge gehaald. 30 optredens van 15 minuten in 15 uur in 30 cafés. En de teller heeft op 31 gestaan afgelopen zaterdag. En daar zijn ze zo meteen voor hier. Christian, Peer en Maurice. Hadden we vorige week afgesproken, hè? En we gaan nog even naar de Veteranendag die daar aan staat te komen. De 28e in Kerkrade. En die komen tegen de klok van 9:30 daar het een en ander over vertellen. Je hoort het, hè, carnaval, een challenge en een serieus item moet er ook in kunnen. De Parks en Cultuuragenda bij jou tot de klok van 10 vanavond. Even naar de muziek, genoeg gelul. En dan zijn we bij jou met de burgerlus. En als jij denkt van, hé, is de burgerlus daar? Bel even iedereen op en tune in. Het RTV Parks staat 89.2 op de FM. Ziggo Radio Digitaal kanaal 915 en op het World Wide Web www.rtvparkstad.nl. En dan klik je op live luisteren en dan kan je live luisteren. Zo, genoeg gesproken, Music Maestro. Voor het geval dat jij nu inschakelt bij ons in de studio, een afvaardiging van de burgerlus en Spriet zelf, hoor. Ja, ja, uiteraard. Nou, stel je even kort vuur. Jos Kerres, KV Burgerlust. Gino Wetselaar, KV Burgerlust. Ja. Jan Snakkers, Spriet zelf. Spriet 11. Jongens, ja, verhouden het al gezag. Binnen Angerhoven Mond, dan is het er 11/11. Waar Jos? Het is bijna net de Gleuven. Waar Joris zo voorbij. Ginnig nog, hij zit er vorig jaar. Ja, het vlucht hem. Burgerlus had een heel vet programma, dat weten we. Maar we zullen het vandaag om het heel speciaal te gaan vertellen. Hè? Ja, verant een van ons. Een goede evenement, een van onze leuke evenementen, dat is de coole party. Ik kom er direct even weer op. Ja. En bij die coole party wel even voor een soort challenge wel even doen. Een contest. Mm-hmm. De coole party aan vuur, dat is nu de 7e keer dat we dat organiseren. Elk jaar groeiende, en echt een succesprogramma. Mm-hmm. Wat houdt dat in? Dit is carnaval voor de jeugd. Maar de jeugd is eigenlijk van alle leeftijden, dat is gebleken. Vanaf zeg maar 16 jaar bis 80 jaar. Mm-hmm. Nou, 80 is misschien een beetje overdreven. Maar in ieder geval een hele grote, brede groep mensen die doorheen komen. Mm-hmm. En de achtergrondgedachte wordt vermoedigheid voor de jeugd organiseren. Jeugd uit de toekomst. Hè. We voor de carnaval en de traditie van de carnaval. We voor die in stand willen houden. Dan zullen we de jeugd mee moeten hebben. Mm-hmm. En wie kiezen de jeugd met? Een van de zaken wordt natuurlijk ook de moderne muziek. Niet alleen bij de hoenpapa muziek. Maar ook de moderne muziek. En met name de coole party, dat is een mix van de traditionele carnavalsmuziek. Beppe Kraft met In de Nieuwe voor mijn part. Mm-hmm. Of Kirk Roger Meijer, om een ander voorbeeld te noemen. Met een vette beat, ook. Met een vette beat, you know. Ja. En dat is Aaien Slagen, waar? We weten het, in de Klinkkoel wordt dat, 5 jaar lang zo ongeveer. En ja, op een gegeven moment groeide het oesterklauwen, waar? Zeg maar, waar Gino. En vanaf dat moment, en dat is nu 2 jaar geleden, kwam die overkapping op tomaten. Daar van de overkapping op tomaatje, maat, want het jongen wil niet meer in de koel, hè? De koel wordt zijn kring. Voor de lui die net precies wisten wat het is, leg het even uit, dat wordt bij het Soosje-project. Het Soosje-project in Egelshoven, hè, in Egelshoven op de maat, is het Soosje-project. En er is in feite, neer voor het markt, neer voor het Soosje-project, is een
een verdieping eigenlijk, een koel. Mm-hmm. Door vandaar nog de naam Koele Party. Koele Party, maar ook de verbinding met de koele van de koel. Dat wordt een hint toen dat ziet, maar het is cool. Mm-hmm. Want het is voor de jeugd, mm-hmm. Het is cool. Het is de koel, de koele, en over het inhouden en vandaar ook de naam de Koele Party. En ja, dat moet, dat moet je winst klinken. Bij de koel te klinken, dan moet ze oet de koel naar boven. Ja. Ja. Dat is het verhaal. En vooraan eigenlijk de ondertitel Koele Party is ook House meets Carnaval. Hè? Mm-hmm. Want wie gezegd al, de mix tussen house muziek en carnavalsmuziek. Mm-hmm. En dat is ook in de line-up dadelijk terug te vingen. Oké, voor jullie even door de muziek, dan kom ik bij je terug om even dieper in te zoomen van wat is nou precies de bedoeling van dat wat er wilt dat geeft gebeuren. Voor het geval dat jij nu inschakelt, we hebben het met de KV Burgerlus en Spritz 11 over het evenement wat het vrijdags voor de carnaval daar in Eigenshoven plaatsvindt, de Koele Party. En dit jaar zijn ze erg vroeg hier in de studio om daar het een en ander over te zeggen. Nou, eerst, jij wil nog even iets zeggen, Jos, Parkstad Breed, hè? Het is bedoeld een Parkstad Breed evenement. Dus mm-hmm. iedereen uit de Parkstad en de omgeving mm-hmm. Is welkom. Het is een gratis toegankelijk evenement en mm-hmm. we hebben een keur van artiesten. Mm-hmm. Die artiesten, daar hebben we het nog een andere keer over. Ja. Maar we hebben een keur van artiesten van house, mm-hmm. DJ's, tot en met de bekende carnavalsartiesten. Zo, wie mag ik nu het woord geven om dat speciale item? Nou, Gideon. Gideon! Ik zag Gideon. Oh, verdorie. Nou, dat is die andere van de film. Ik vind een leuke versie. Gideon! Ja, we zijn een paar jaar geleden hebben we alles samengezet om, om nog een DJ-contest aan vast te hangen. Nou, wat helpt dat in? Mm-hmm. We willen eigenlijk heel graag proberen om de nog het onbekendere DJ, de startende DJ, maar ook de bekende DJ, mm-hmm. om die misschien dus buiten comfortzone te laten gaan, mm-hmm. door een mix te maken van de Burgerlusmars, toch wel een eigenlijk het lijflied van de Burgerlus. Ik laat hem even huren, dan laat ik hem erop, denk ik gewoon klaar lopen, dan weten ze wat voor de verhand. Dat is hem, hè? Dat is hem. Net te missen. Parkstad Breed en nog breder bekend. Er zit trouwens al een flinke bas in, moet ik zeggen. Ja, dat is volgens mij met een grote kerst opgenomen, dit. Oké, goed. Vertel wie hier, ik laat hem doorlopen. Dus dit is eigenlijk de basis waarvan het gemixt moet gaan worden. Yes, en nou, dan zullen we voor het supervingen om door... om door de creatieve geest van de DJ's op los te laten gaan. Mm-hmm. Maar dan wel in de sfeer van de Koele Party. Dus denk daarbij aan een goede house mix waar dit de basis van is. Mm-hmm. En dat willen we de lu laten huren. Mm-hmm. Dan gaan we voor u voor bepalen wer door de winnaar van is. Mm-hmm. En daar willen we de week voordat de Koele Party is, willen we een winnaar van bekendmaken om deze DJ ook een podium te bieden. Op de Koele Party. Ja, op de Koele Party. En dan zal hij misschien nog wel Gert Mier setjes bij zich moeten houden. Maar dat werd wel met hem geregeld tegen die team. Dat regelen we TZT wel. Maar dat is een hele grote vorm. Is dat eigenlijk mm-hmm. wel een beetje de opzet van de DJ-contest. Ja, misschien werd dat wel het hele nieuwe, moderne 2021 lijflied van de Burgerlus. Dat wisten we nooit. Zo schön, je moet er een nieuwe zanger hebben. Ja, en dan moeten de oudere leden van de Burgerlus misschien gaat platter gaan lopen. Dat is geen probleem, jullie tijd. Die zijn sportief hier nog. Jot, Priet zelf, wat wil er voor aan toevoegen? Want ja, je bent natuurlijk ook voor niks mee gekomen. Nee, precies. De stem van... Timo Snakkers. Juist. Timo Snakkers. Zoals Gideon al aangaf, we willen gekker aanstormend talent. En regio Parkstad en omstreken willen we een kans bieden om zichzelf in de etalage te zetten. Mm-hmm. We willen dus ook gekker aan de uitnodigen wat door affiniteit en ambitie had om zo gaat te bereiken vanaf hu eigenlijk een inzending te doen. Het begint eigenlijk alle nu met de Burgerlusmars. Dat wordt dus inderdaad de basis. Maar die moeten ze natuurlijk eerst krijgen. Dus dat werd geregeld dat hij ergens kunt storen. Ja. In principe is het heel eenvoudig. Hij is gewoon een mail checken naar koeleparty@gmail.com. Mm-hmm. Wacht even, dan nog even rustig. Ja. Koeleparty@gmail.com. Koele met K, hè? K-O-E-L-E. Party@gmail.com. Ja, gmail.com, ja. Juist. Vervolgens zullen we hierop reageren.
en netjes de burgerlessmars zou sturen. Mm-hmm. Vervolgens zal er, zoals jullie ook aangaf, de Vrijdag vierde carnaval. Of de week door vier, de 14e. Op Valentijnsdag. Juist, op Valentijnsdag. Maken vier bekend wie uiteindelijk de winnaar is. Wat een cadeautje. Ja. En wat houdt er nou eigenlijk in als ze de winnaar is? De Krissing Plaatsch in de line-up van de Coole Party editie 2020. Mm-hmm. De Krissing Hofstand, Christen de Tiet, om voor het publiek in de etalage te zetten. Mm-hmm. De wet ook minimaal twee keer per avond werd die plaat werd gedreend op de burgerlessavonden. Mm-hmm. In het socioproject in Edelse. Schön. En omdat we ook best wel actief zijn op social media, mm-hmm. Facebook en dergelijke, werd er ook flink promotie gemaakt voor zich. Mm-hmm. Dus als ook eenmaal gewonnen was, dan werd ze ook flink in het zonnetje gezet. Precies, en dan, dan had de machine daarna wel elk jaar opdrachten, betaalde opdrachten, ja. wij weten. Goed, we gaan even naar de muziek, we gaan even naar de commercials en het nieuws en dan zijn we daarna weer bij terug. Jouw hits! Jouw hits! Jouw nieuws! RTV Parkstad. En voor het geval dat jij nu ingeschakeld hebt, de burgerlust die hebben op 21 februari 2020 de Coole Party. Dat is het vrijdags voor de carnaval. En wij hebben dan ook de carnavalsuitzending van 's morgens 9 tot 's avonds 6. Maar goed, dat terzijde, dat gaat weer komen met een keur aan artiesten, ook bij ons. En voor het geval dat jij dat gemist hebt, ze gaan dus een DJ-contest gaan ze doen. Daar zometeen in de notendop nog even alles over. Dus kan jij mixen en je denkt dat je daar iets in kan betekenen, dan moet je blijven luisteren. Goed, heren. Waar wilden we nog meer over hebben? Ja, een beetje het programma. Het programma, hè? Ja. Ik vergun natuurlijk waarom heel op de carnaval A, dus... Dat bedoel ik. Dat we zeker die het programma op een gegeven moment aan de orde stellen. Ja. Toch? Jazeker, jazeker. Jef Jaas. Die Oktoberfeesten, die komen allemaal. Madonna! Daar hier het pas echt los. 11 van de 11e, wat vind ik er weer aan? 11 van de 11e, en dat is maar 3 weken eigenlijk. Hè. Dan kiezen ze de advent en dan is het even rustig. Hè. Ja, voor kind eerst de 11 van de 11e en dan kiezen voor de Prinsenproclamatie. Het Prinsen, 23 november. Ja. Het Prinsenbal, Egelser Prinsenbal. Het Egelser Prinsenbal, want de proclamatie heet het niet meer. Hoor. Het is nu het Prinsenbal. Maar we proclameren natuurlijk wel de prins dan. Ja, en, natuurlijk. Dus vervangen dan A en dan has inderdaad je lieg. Even door Noor, eind november, advent, in december, dan hoorden we ons een beetje gedeest. Allemaal, hè? Ja, ja. En, maar dat, ik ken dich toch vertellen. In de oeren. Ik ken dich vertellen dat ik Luhan, die elk jaar op heiligavond. Een kind die van mij de nieuwe carnaval ziet, die gaat er joh maar. En op heiligavond treden die niet. Ja, die nu had ze ook wat. Die bij het tripje. Ja, bij het tripje. Dan werd het Jezuskindje werd dan meteen in het Limburgse carnavalswater gedoopt. Ja, zullen we maar zeggen. Dus, dat dus. Dat gebeurt dus. En dat zie je wel, hè. Donno, januari 2020 gaan we er wel, 2020. Ja, dat je er natuurlijk los met de verschillende evenementen die we dan gaan. Verbinden met de damesitzing. Mm-hmm. De damesitzing is ook iets wat eigenlijk een aantal jaren geleden aan voor dat ingevoerd. En mm-hmm. Ik moet zeggen, een succesnummer van de bovenste plank. Ja, en ook altijd mensen dan op Facebook kijkt, die filmpjes die langskomen van die lui. Geweldig, hè? Mensen amuseren zich top. Dit is een topdag. Net zo goed wie de herziening, die is dan een dag ernaar. Het begint dan met het boompje, waar? Ja. Met het boompje leggen, waar? Daar begint het dan met. Spek en ei. Ja, daar begint het met. En dan beginnen we een schone dag. En ik moet zeggen, voor tot nu toe gaan voor een probleemloze dag. Probleemloos in de zin, dat is nooit gebeurd, dus nooit ziek. Het is allemaal schön. Ja, zo heet dat ook. Lekker. Feest. Ja. Zeker huurt net bij carnaval. Absoluut. Punt. Nee, het huurt er niet bij. Dat had niet spitsen maken. Dat had van niet bij de dames iets. Dat had van niet bij de herren iets. Dat had voor niet bij de Coole Party. Mm-hmm. Maar de carnaval, wie vuur ze vieren. Ik denk dat de vuurbeeld daarop zie je voor je rennen. En dan de achterban wat u had door bij de burgerlus. Noem eens wat u allemaal voor groepen had. U had werkgroepen, u had de oudprinsen. Noem maar allemaal op, wat had u allemaal? De oudprinsen had voor uiteraard. Ja. De elf rood is natuurlijk een ding. Door Ieren rood is het een belangrijke verhaal met de oudprinsen, de ex-prinsen. Mm-hmm. Die doen toch hun zaakjes. En wat ze absoluut niet als voor juist is hun te stielen.
Mm-hmm. De stil is een ondersteuning, hè, de stil, dat zei de woord al. Mm-hmm. De ondersteuning van de verein om mee te helpen, met opbouwen, met afbreken, met dingen organiseren, met de entree, verzin maar even bij. En dan even bij Hanfer natuurlijk. Gigantisch voor vrijwilligers die meethelpen. En die worden graag halen, die mag ze nooit vergeten, want onder vrijwilligers loopt niks. Nee. Ja, die had ze absoluut nodig. En een hechte klem, zo duur dat zit. Ja, dat is gewoon geweldig om te zien. Ook die vuurbereidingen, mensen als iets van een social project van Stert Gietweide of hetzelfde wat. Kan ze allemaal volgen, dan zullen ze met die grote kar door die hallen varen. En dan zien ze wat nog even en verzoend bezig en bla bla bla. Ja, geweldig. En zo huurt dat ook. Ja. We gaan even een carnavals echtig pleertje drinnen, want de Ronald Peilster had mij voor je weg de neu van hem geschik. Dat zijn de Partykreiner. De nieuwe van de Partykreiner hoorde jij. En vorige week had je de primeur bij RTV Parkstad natuurlijk, waar anders. Zeg even, Spritz 11, wat speelt u voor een rol in dat burgerless verhaal? Want de hand wordt eigenlijk orgaan niet over gehad. Zoals gezegd, coole 70's, coole party. We zijn ooit de samenwerking samen aangegaan. Om die vent samen te dragen, samen te organiseren. Ja, maar wij komen op dat idee. Dat is een gouden vraag. Door Jos? Nee, serieus, want omdat vuur vongen, de jeugd had, wat ik al in het begin al zei, de jeugd had de toekomst in feite. En nu zeg ik niet dat de burgerlus geen jeugd had, maar wanneer ik dat in een vraag naar wie Spritz 11. Mm-hmm. Ja, en door zo'n connectie, op dat moment wordt door Machiel, mijn zoon, die wordt de prins van de burgerlus. En door zo'n connectie met de Spritz 11. En dan kiezen natuurlijk voor het vloter, kiezen die contacten met elkaar. En zodoende is eigenlijk die samenwerking ontstaan. En wie bevult die samenwerking? Wie lang werkt er nu al samen? Vanaf het begin. Dus dit werd het zevende jaar. Zevende jaar. Die verflixte 7 jaren. Ja. Voor die doorkomen, dan komt voor de rest wel door. Nee, maar dat is hartstikke. En dan komen ze zelf versleten. Maar dat ging niet gebeuren. Nee. De jeugd en de burgerlus. We gingen nog even geen angst zagen, maar. Voor dat programma. Wat worden we dan nog even kwijt? Ja, wat willen we... Beleef Kerkrade, toch al willen ja, wat, met name die coole party. Je moet ik zagen dat voor echt ondersteuning kregen van allerlei zaken. Maar onder andere Beleef Kerkrade. Mm-hmm. De gemeente Kerkrade ziet hij in dit verhaal echt een trekker. Ook voor de toekomst. En die hebben al hun ondersteuning toegezegd. Dat moet ik absoluut op gaan zeggen. En vind ik perfect nog wie ze het oppakken. Daar is een putje vuur, toch? Ja, Beleef Kerkrade. Nee, het ging niet alleen om het putje. Het heet zich ook op een gegeven moment onder ondersteuning en het begrip van Oes Kerkrade. Van dit moeten we op een gegeven moment verder entertainen, mithelpen, mitopbouwen. Ik bedoel, de basis is al goed, hè? De basis wordt al goed, hè? Ja, en men had het er zelf al gezien en had het er zo ervaren. En dat is eigenlijk het positieve verhaal, Dordrecht. Mm-hmm. En het is niet alleen maar het putje waarover het dan waarover het overhand, maar voorhanden door een stuk ondersteuning wat betreft marketing. Wie pakken voor de A, wie moeten we daar verder uitrollen? Ja. Dat soort zaken. En die ondersteuning kregen we ook. Jan voor intern bij ons. Ja, er zit nog een jonge dame bij, maar die wil niks halen. Die maakt alleen maar foto's en zo, volgens. Maar die deed wel heel leuk werk, moet ik erbij zagen. Weet niet, deed, wat dat betreft is dat een perfecte aanvulling in ons totale plaatje. Hè. Wie pakken voor de dingen aan, wie rollen voor de oes. En de samenwerking, de communicatie met de gemeente Kerkrade, wat dat betreft, is fantastisch, moet ik zeggen. Goed, dan gaan we nog even resumeren, want ik ga hier nog een pleitje. En dat is ook wel toepasselijk. I feel it coming, hè? I feel it coming. Vind ik wel toepasselijk. The Weeknd met Daft Punk. Niet enig als laatste plaat. I feel it coming. Tiroler Teufel, die stond al veilig. Jongens, resume. Ja. Het inzenden van... De perfecte house mix. Gebaseerd op de KW Burgerlusmast. Ken vanaf u. Ik gestuurd werden op e-mailadres coolerparty@gmail.com. Daar kan tevens de huidige burgerlessmars aangevraagd worden. Of weet je, op basis daarvan moet de mix gemaakt worden. Wat levert dat nu op? Een podium van een hoogstand tijdens de coolerparty editie 2020. En dat is niet niks, want je staat tussen de grote der aarde in. Dus aan ik dat maar, hè? En weer werd de winnaar bekendgemaakt op 14 februari 2020. Valensdijnsdag. Ik werk voor de vuur dat de coole party is. En die kies een half uur podium kiezen we, ja. Overgezag. Ja. Dus
dan gaat geen maken. Zal in ieder geval al gaat meer moeten maken. Of nu wint of net. Maar dan had toch al geen chance voor de carnaval voor zichzelf. Hè? Juist. Ja, want uiteindelijk moet het natuurlijk doorgezet worden. Het blijft natuurlijk Nederling bij de burgerlessmars. Nee, precies. En wat we nog even vergeten. Op elke avond of evenement van de burgerless in het social project of vergaal worden nog, dan werd die plaat minimaal 2 keer gedreend. Ja. Yes. Dat is juist gezag. Verder info is beschikbaar op onze Facebookpagina. Op de Facebookpagina. Ja, KV Burgerlust is gewoon, wens ze dat, het toetsen, kunt ze van de link op de Facebookpagina. Oh zo ja. Maar, KV ja. Burgerlust is prima, ja. Burgerlust is prima. Mm-hmm. En dan vind ik ze van de link. Jongelui, mag ik u bedanken voor de komst naar de studio. Daft Punk en The Weeknd, die vullen het komen. Ik vul het ook komen. Ik vul het kribbelen. Ik vul je kribbelen, wat zal dat zien? Ik wens je alvast een schön vuurbereiding. Een geweldige opening met de 11 van de 11 natuurlijk. En dan moet dat geduid werden dat er een ganse hoop mixjes kunnen komen met als basis de burgerlessmars. Dat kunnen zien. Top, dankjewel. Adieu. Dit is het station van jouw hits, jouw nieuws. Dit is Parkstad.